Ik ken niet zoveel sterke mannen. Ben je lang naar je vader blijven luisteren? Ja. En dat was helemaal niet slecht. Tot hoe oud heb je dat gedaan? Ik denk tot mijn 35ste. Hè? Ja. Elke dag? Nou ja, ik was natuurlijk ook wel eens thuis, maar ja, het was een fantastische man waar ik ontzettend veel aan heb gehad. Heb je tot je 35ste wel eens belangrijke besluiten genomen zonder hem te raadplegen? Ik heb geloof ik 2 keer iets gedaan waar hij het. Niet verbood, maar hij raadde het wel af. En ja, dat is toch ook 2 keer niet echt goed gegaan. Maar heb je dan niet achteraf het idee dat je misschien wel erg laat onafhankelijk bent geworden? Als je zo lang aan die man hebt gehangen? Ja, maar dat doe je onbewust. Later kom je erachter inderdaad dat je toch wel erg lang in een soort van droomwereld hebt geleefd. En eigenlijk de realiteit niet echt meemaakte. Ja. Maar Willeke, als je niet langzaam je onafhankelijkheid opbouwt, als je niet langzaam je vader steeds verder naar de achtergrond duwt en langzaam steeds verder op je eigen benen komt staan, en je moet het dus in 1 keer doen op een latere leeftijd, bij welke gelegenheid is dat dan, met de hulp van wie of wat heb je dat dan gedaan? Hoe kom je dan op eigen benen te staan? Want het staat één ding vast, nu sta je het, want anders kan je zo niet uit Dublin terugkomen. Nee, ja, dat kan ik allerlei dingen weer op gaan noemen wat ik gedaan heb. Onder andere het boek van Wayne Dyer, Niet Morgen Maar Nu, heeft me erg geholpen. Wayne Dyer zegt, als je onafhankelijk wil worden, moet je eerst met je familie breken. Ja. Staat er gewoon in. Met een bijl moet je ze uit je leven hakken. Nou, dat is dan voor mij gebeurd. Op school was ik niet makkelijk. Ik was met mijn hoofd altijd al bij dit vak. En die school interesseerde me eigenlijk niet zo. Maar als je dan van school af bent, ik was 13 jaar, trad ik al op, dan zie je het gemis. Hij had een enorme wilskracht. Het leven is heus niet zo kwaad, wanneer je de zin maar verstaat. Wanneer je maar niet om een zon die is 5 minuten schuilen gaat, aan het huilen slaat. Wanneer je bij het grootste verdriet toch altijd nog dichter in ziet. Het dient alleen omdat je straks, wanneer het zonnetje weer keert, het mooie des te meer waardeert. En mijn moeder, ze is nog steeds prachtig, maar het was een verschrikkelijke mooie vrouw. Heel prachtig donker haar. Nou, volgens mij viel die als een blok op haar. En ze was iets ouder. Maar dat is eigenlijk nooit een probleem geweest. En ik denk vanaf het eerste moment dat ze verliefd zijn geworden op elkaar, is er altijd maar 1 man in haar leven geweest. Ja, hier, zo kan je zien hoe dol die op mijn moeder was. En ja. Dat was zijn manier om foto's te maken, films te maken, bij elke gelegenheid. Dus dat ik er soms wel eens gek van werd op een gegeven moment. Dan heb je hem weer met zijn apparaatje. Dat men je gaat mijden, weet dan dat nog een om je geeft. Ik was altijd een behoorlijk volgzaam kind. Ik deed gewoon wat pa zei. Zeg papi, ik wilde u vragen, als ik eenmaal groter zal zijn, zal ik dan als u kunnen zingen? Ja, ik zong altijd. Dus hij had voor mij ook een aantal liedjes gemaakt, waaronder Zeg papi. En dat was natuurlijk
ja, heel nostalgisch als je zegt, want zeg papi, mag ik je vragen, wanneer ik wat groter ben, zou ik dan als u kunnen zingen, want papa, dat lijkt me zo fijn. En, nou, dat, en dan begint hij, ja kindje, je mag ook gaan zingen, wanneer je straks wat ouder bent, dan weet je wat meer van die dingen, omdat je het leven dan kent. Mooi, hè? Ja. Er is een heel mooi verhaal, dat hij ergens op moest treden, ook voor een luchtvaartmaatschappij. En daar waren Italianen op de eerste rij. En die waren vreselijk aan het lachen. En mijn vader die heeft na afloop gevraagd waarom. Nou, omdat er woorden bij waren die helemaal niet bestonden natuurlijk. En toen heeft hij tegen zichzelf gezegd, nou, nu moet het... En toen is hij via bandjes en platen en boekjes heeft hij Italiaanse les gevolgd. Marina, 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 ti volevo più presto sposar. Marina, 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 ti volevo più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Er waren een aantal uitvoeringen van Marina, ook in Amerika. En er waren verschillende lijsten. Maar op de lijst van New York, daar heeft mijn vader dus op de eerste plaat gestaan. Een enorm succes voor jou. En dat is dan allemaal gekomen, dames en heren. Dat mag ik er wel even tussendoor vertellen. Naar aanleiding van de plaat Marina, hier in Nederland ook wel bekend. Die in Amerika is uitgebracht en die in één week... Ik ben het getal vergeten, ja, ik heb hier... Haal het papier eens tevoorschijn. Ik ben het zelf ook een beetje vergeten. Ja, 143... Moet jij zeggen wat er duizend. Duizend in Amerika hebben verkocht. Ja, ja. Willy, en ga jij nou op de 22e november naar Amerika? Ben je je koffers al aan het pakken? Nee, dat kan niet, want 22 november, niet alleen 22 november, maar ook daarvoor en daarna, ben ik bezet. Waar ik zit je 22 november dan? 22 november werk ik in Kaatsheuvel. En kan je daar niet afkomen? Nee, nee. Dat is het triest, hè? Dat is moeilijk, ja. Ga je eigenlijk graag naar Amerika? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee. Je geeft er al je tijd aan, ik wil nog even doorgaan, alleen omdat ik om dat leven geef. Als je klein bent wil je groot zijn, en later wil je jong zijn, altijd wil je zijn wat je niet bent. Wat ouder en wat wijzer, je haar. Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò, fino a quando, 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 improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai.